Goedemiddag, u kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Vandaag hebben we een zeer zonnige dag achter de rug in Limburg. In de rest van het land hadden wolken vaak de overhand, viel een enkel buitje, maar scheen ook geregeld de zon. Vanavond vertrekken de buitjes het land uit, wordt het overal dus droog en klaart het steeds verder op. Temperaturen halverwege de avond rond 13 graden, maar in de loop van de nacht wordt het kouder. Minimaal liggen rond 7 graden en vlak boven de grond kan het zelfs ze een graad of 3 worden. Koude nacht dus, lokaal nevel of een mistbankje. Morgen overdag hebben we dan schitterend weer, volop zonneschijn, nauwelijks wind en het blijft dus ook overal droog. Heel misschien in Groningen een buitje. Kans is niet zo heel groot. Temperaturen lopen uiteen van 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Vrijdag wordt het overal nog wat warmer, dan 20 in het noorden en 25 in Limburg. Verder opnieuw flink wat zon, maar later op de dag in het zuiden heel misschien een bui. Zaterdag wordt de kans op buien groter, kan het lokaal ook onweeren. Zondag komen er meer buien en wordt de warme lucht weer verdreven.